Op 6 juni 1944 begint de bevrijding van Europa. Op de stranden van Normandië is het D-Day. De opmars gaat met horten en stoten. De Duitsers geven zich niet zo snel gewonnen. En het geallieerde leger heeft een logistiek probleem. Munitie en voedsel komen niet snel genoeg bij de troepen. Het front stokt aan de grens met Nederland. De geallieerden willen door en komen met een gewaagd plan. Via de lucht, codenaam Market, en over land, codenaam Garden, moeten de geallieerden doorstoten naar het hart van de Duitse oorlogsindustrie, het Ruhrgebied. En daarna naar Berlijn. Op 17 september 1944 is het zover. Operatie Market Garden begint. 5 dagen lang worden Britse, Amerikaanse en Poolse luchtlandingstroepen in vijandelijk gebied gedropt. Ze moeten de bruggen over de Maas, Waal en Rijn uit handen van de Duitsers weten te krijgen. De parachutisten landen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Tegelijkertijd rukken de grondtroepen op over land. Over de smalle provinciale weg gaat het via Eindhoven op naar Nijmegen en Arnhem. 7 belangrijke bruggen moeten er worden veroverd om de Duitsers de pas af te snijden. De brug over de Rijn bij Arnhem is de laatste en de belangrijkste. Het gewaagde plan slaagt maar voor een deel. Eindhoven wordt bevrijd, Nijmegen ook. De brug van Nijmegen is de laatste voordat de geallieerden bij Arnhem zijn. Ze slagen erin de brug ongeschonden in handen te krijgen. En daarvoor is wel een huzarenstukje nodig van de Amerikanen. Paratroopers van de 82e Airborne Divisie steken in wrakke bootjes de Waal over om de brug aan de noordkant te ontzetten. Na een paar uur felle strijd lukt dat. De Duitsers trekken zich terug naar het noorden richting Arnhem. De geallieerden krijgen de brug ongeschonden in handen. Nog 1 brug te gaan. De Amerikanen willen direct doorsteken naar Arnhem, de hoofdprijs. Ze willen de Britse para's ontzetten die daar de Rijnbrug met heel veel moeite in handen houden. Maar de Britse commandant die met zijn grondtroepen de brug in Nijmegen overkomt, zegt te moeten wachten op versterkingen. Geen steun dus uit het zuiden voor de Engelsen bij de Rijnbrug. En ook de paratroopers die op de Ginkelse Hei ten westen van Arnhem zijn geland, hebben het zwaar. De Duitse tegenstand is veel groter dan verwacht. Er liggen 2 Duitse SS-panzerdivisies uit te rusten van de strijd aan het front in Frankrijk. Het zijn ervaren soldaten die de Britten op grote achterstand zetten. Met alle waffen werden die Britten schon während landing en sprong empfangen. Oft is de hemel minutenlang van vliegtuigen en lastenseglern verdunkeld. Viele van ihnen werden nog in de lucht getroffen en stürzen brennend af. De in het nauw gebrachte Britse en Poolse luchtlandingstroepen rond Arnhem wachten dagen op versterkingen. De brug over de Rijn ligt kilometers van de landingszone en de Duitsers gaan vol in de aanval. Aan de noordoever van de Rijn is nog maar een smalle strook land in handen van de geallieerden. Poolse parachutisten zijn inmiddels gedropt bij Driel aan de zuidoever van de Rijn. Maar hun poging om de Britten te versterken loopt uit op een drama. De kleine bootjes waarmee ze de Rijn oversteken komen onder vuur te liggen. Nog geen 250 soldaten halen de overkant. Het is dan al te laat. De geallieerden zitten klem bij Oosterbeek, omsingeld door de Duitsers. 9 dagen na het begin van Market Garden moeten ze het opgeven. Met hulp van de Polen in Driel weten maar 2400 soldaten de overkant van de Rijn te bereiken. Een fractie van de 12.000 die rond Arnhem werden gedropt. Market Garden is mislukt. De snelle opmars naar Duitsland is tot staan gebracht. Arnhem is een brug te ver.